Hallo iedereen, deze week gaan we nog een beetje verder gaan met de quizzes die we ook voor de paasvakantie hebben gemaakt. Je gaat eerst en vooral naar Smart School en in fiche 4 ga je dan ook de documenten van voor de vakantie vinden, maar ga je nu ook de oefening computer vinden. Je gaat deze gewoon openen zoals altijd. Ziezo. En dan ga je zien dat daar slechts één tabel in staat. Wanneer we in die tabellen gaan kijken, ze staan daar een aantal gegevens in. Gewoon een ID-nummer, een categorie, een type van het product, een omschrijving en vooral ook de prijs. Dit is een tabel van een computerwinkel die een aantal onderdelen verkopen voor computers. Wat wij vandaag gaan maken is een query waarin niet alle gegevens zullen terechtkomen, maar slechts een aantal delen van bepaalde gegevens. Zo zie je hier dat er heel uiteenlopende prijzen zijn. We hebben een product van 660 euro, maar we hebben bijvoorbeeld ook een productje van 25 euro. Vandaag maken we een query waarin we enkel en alleen de producten willen te zien krijgen die minder kosten dan 300 euro. Hoe doen we dat? We gaan naar het tabbladje maken en query ontwerp, net zoals de vorige keer. We gaan de tabel invoegen door daar dubbel op te klikken. En we gaan dit kadertje een beetje vergroten. De enige zaken die we in de query eigenlijk willen zien is het computerartikel ID, de omschrijving en de prijs. We gaan het opnieuw gewoon laten sorteren op het ID en we gaan dit oplopend laten doen, dus 1, 2, 3, 4. Daarna gaan we ervoor zorgen dat enkel en alleen de producten die minder kosten dan 300 euro tevoorschijn komen. Hoe doen we dat? We gaan ervoor zorgen dat we het tekentje krijgen voor minder dan. En we typen 300. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat we alleen de producten willen zien die minder kosten dan 300 euro. Het eurotekentje hoeft daarvoor niet bij te staan. Daarna klikken we gewoon op uitvoeren. En wat zien we? We zien effectief alle producten die minder kosten dan 300 euro en die zijn ook gewoon oplopend op het computerartikel ID. Wanneer je dat hebt gedaan, zorg er gewoon nog voor dat je hier op query 1 met de rechtermuisknop klikt en klikt op opslaan. We geven het de naam QRY computer. Computer met een hoofdletter, niet vergeten. En we klikken gewoon op OK. Ziezo, dan is de query ook al klaar. Dan ga je er gewoon nog voor zorgen dat je het document op de correcte manier opslaat. De naam kan je vinden op het documentje dat je kreeg. En dat je het op tijd en volledig correct gaat indienen in de uploadzone. Heel veel succes!